heb hier ruimte tussen, zou je zeggen. Nou, dan zet je dat ding toch hoger. Dan zou die zo hoog moeten komen. Dus een plankje eronder. En zou ik al tot daar komen. Maar dat vraagt dus precisiehoogte. Ik wil dit ding. Kijk, ik heb hier een bankschroefje die je onder een hoek kan zetten. Die gebruik ik daarvoor. Dus ik kan dit doen. En ik kan ook. Kijk, vast dit in. En dan. Oké. Ik heb hier twee hendeltjes gemaakt dat die stevig aangedrukt en dat dit haaks is. Nou, maar ik heb hier wel een randje. Als ik hier iets moet schuren wat hier komt als aanslag, dan denk ik door dit klosje los en dan een houtrabout dat hier met een vleugelmoer aan deze kant en een gleuf aan allebei de kanten erin. Zodat je dat in kan stellen in hoogte. Want op zich is dit gewoon een leuk ding wat ik gemaakt heb. Dus je kan je er vanaf maken door een plankje erop te schroeven of met dubbelzijdig plakband huppelke op en je kan. Maar dan heb je weer geen hoogte waar je tegenaan. En ik wil dit plankje ook iets langer. Dat je iets meer steun hebt als je begint. Ik heb hier iets groter. En nou, als ik even kijken hoe ik dat dan doe. Hij komt zo. Kijk, en dan kan ik er zo langs. Zo. En dan moet ik weten tot hoever. Ik denk dat ik tot aan het eind ga en hier tot het eind. Zoiets. Nou, en dit moet qua diepte zoiets, schat ik. Dat ga ik natuurlijk eerst even proberen. Ik wil een gleufje hier zo, dat is hetzelfde latje als waar ik eerst gebruikte, want het komt ook in het midden uit. En nou moet ik natuurlijk niet doorvrezen, ik moet hier ergens ophouden. Dus ik doe hem eerst ondiep en dan ga ik kijken of ik er doorheen kan drukken. Eerst even deze doen, even kijken, stel dat die hier, oké. Ja,
vleugelmoertje. En dan kunnen we hem zo er vlak boven zetten. Zo. Hoog. Zo. Zo staat hij aan. Controleren, want hij alles staat vast. En als ik hem meer daar wil hebben, dan kan je hem natuurlijk verplaatsen. Ik heb nog wat verbeteringen aangebracht en ik heb hier stukken uitgezaagd dat die over de machine heen komt. Ik kan helemaal tot hier komen. Dus heb je hier een hele poos geschuurd, dan is het hier afgesleten. En dan haal je nog een stukje om en dan leg je hem weer vast. Zo. En dan kan je daar weer door. En ik kan nu steeds iets opschuiven. Zo. Tot daar.